Yo, ho, ho, vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. Hey, wat is dat nou, Daddy Cool? Geen bewegende beelden? Nee, zeker niet. Vandaag niet. Vandaag gaan we schakelen met Wieselbunje-NL. Yo, Wieselbunje, een persoonlijk goede vriend van mij. En Wiesel die heeft een eigen YouTube-kanaal, heb ik al een keer eerder gepromoot. Maar laten we op zijn kanaal gaan kijken. Hij is namelijk de allereerste Nederlander die de Give Cars to Friends glitch post. Hey, Give Cars to Friends. Ik zeg Give Viewers to Friends. Yo, Wiesel, hier komen ze. Yo, I'm back, Wieselbunger. Hey, vandaag is Give Cars to Friends uitgekomen. Je hebt een MSC nodig, je hebt twee straatouders nodig. En je hebt een vriend nodig met een auto die hij weg wil geven aan jou. Nou, zoals jullie zien staat hier mijn MOC en er staat al één straatauto staat al binnen. En dan, een vriend van mij die vandaag mij deze glitch helpt is Daffy Duck. En dit is zijn auto die ik dan ga dupliceren. In ieder geval die ik wil hebben, die hij gaat aan mij geven. Nu pak ik nog een andere straatauto en die moet dan achter de MOC gaan staan. En zodat je dan die alertscherm krijgt dat je hem wil binnenzetten, zeg maar. En als je op het moment dat je in die alertscherm staat, dan join je naar een andere vriend in een andere sessie. En op het moment dat je die joint, dan kom je weer terug achter de MSC en dan moet je gelijk weer naar rechts drukken, zodat je weer in die alertscherm komt. En dan moet je dus 20 seconden even in die alertscherm blijven staan. En dan accepteer je de eerste en dan wacht je totdat je hoort dat hij uitstapt. En dan weiger je de tweede alertscherm, zodat je dan buiten komt te staan. Nou, ik ga het jullie laten zien, want het gaat best wel rap, dit beginstukje. Zoals je ziet, ik accepteer naar rechts. Ik ga naar vriend, hup, dat was dus de eerste. En nu sta ik dus in de tweede. En hier wacht ik dus 20 seconden. Nou, zoals ik zie, dan wacht ik ongeveer 20 seconden. Zo, de eerste alertscherm accepteer ik en nu hoor ik dat hij uitstapt en dan weiger ik de tweede. En nu stap ik in zijn auto en dan spawn ik gelijk in de MOC. En natuurlijk als het een andere auto is, dan moet je net als deze, moet je hem eerst weer even naar buiten rijden, weer naar binnen rijden. En dan kan je hem dus daarna keer hem in de Los Santos een andere kenteken opzetten of iets aan veranderen dat het jouw eigen auto is. Want deze kan natuurlijk in Los Santos niet naar binnen. Dus vandaar dat ik het even op deze manier doe. Ik vertel zodat je met een gewone auto op die manier het kan doen. Maar ja goed, ik laat hem in ieder geval lekker hierin staan, omdat ik natuurlijk hem dan later kan overzetten, andere kenteken of iets. Maar dit is de methode, lekker makkelijk, lekker simpel. Dus mocht je een mooie auto's hebben, ja, zet onderin even je naam of zeg even wat je hebt. En dan misschien kunnen we auto's aan elkaar weggeven. En zoals jullie hier zien, dan is deze van Daffy Duck en die andere is van mij geworden. Nou, super bedankt Daffy. En ik zou zeggen, vrienden, ik hoor het wel en ik zie het wel. We gaan weer even lekker auto's weggeven. En hij is lekker makkelijk, niet zo moeilijk. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey, kijkers, ga nu naar zijn kanaal. Ik zet zijn link erbij in de beschrijving. Abonneer op Wieselbunje, alsjeblieft. Die zou me er een heel groot plezier mee doen. En nu lekker allemaal glitchen. Yo, gasten. Daddy Cool, signing out. Till next time. Ciao.